Heracles TV wordt mede mogelijk gemaakt door Assito. Sylvester van der Water naar binnen en dan uithalen. En daar is dan de eerste goal voor Heracles in deze voorbereiding. We hebben gisteren op corners getraind, dus ik denk dat Brian zeer tevreden is. Hij liep een beetje zoals het, als het moet lopen. En ja, om te scoren, ook al is het in de voorbereiding, is altijd mooi meegenomen. Mijn eerste trainingswoche hier was richtig goed. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, viele taktische Sachen gelernt, intensiv gelernt und ich freue mich schon auf die nächsten Wochen. Hallo en welkom. Mooi dat je weer kijkt naar een gloednieuwe uitzending van Heracles TV. We zagen het al voorbij komen in het overzicht. Het was een bomvolle week voor de eerste selectie. Maar er is ook een oefenwedstrijd hier op FC Assito tegen Go Ahead Eagles. Laat me gauw gaan kijken naar een samenvatting van dat duel. Met ook een reactie van de aanvoerder in de tweede helft en doelpuntenmaker Lucas Schoofs. Heracuri terug op Lucassen voor de goal. Eerst Rabiaar, die krijgt de eerste kopkans van de wedstrijd. Aanval loopt door. Berden. Heracuri. Van de Water. Het schot uit de tweede lijn. Grijpt de aanval van Go Ahead loopt door met Heracuri. De redding van Koen Bukker. Burgzorg. Delano Burgzorg. En de misser van Michaelis. Maar hij redt nog net voor de doellijn. Daar zag de keeper van Go Ahead Eagles even niet goed uit op deze schuiver van Delano Burgzorg. Sterk van Beukema. En Van der Water is weg bij Lucassen. Sylvester Van der Water naar binnen en dan uithalen. En daar is dan de eerste goal voor Heracles in deze voorbereiding. En hij komt op naam van Sylvester Van der Water die het helemaal in zijn eentje doet. Hier ontwijkt hij de tackle van Boyd Lucassen. Dan zijn er ook eigenlijk geen ploeggenoten mee. Kapt hij heel makkelijk Sam Beukema uit. Met een droge knal is ook Michaelis, de keeper van Go Ahead Eagles, verschoot. En na twee doelpuntloze duels, nu dan de eerste treffer voor Heracles in deze voorbereiding. En de elf die nog binnen de lijnen staan, moeten bij de les blijven. En dat zijn ze niet. Want het is 2-0 voor Heracles. Die bij de tweede paal niet goed wordt weggekopt door Veldmaten. En dan staat Lucas Schoofs op de juiste plek om die bal binnen te tikken. Vloed. Dat is een duel met Kemp. Nog altijd Vloed, maar een verrassend schot. Maar niet verrassend genoeg voor Michaelis, de keeper van Go Ahead. En dan zit het erop na iets meer dan 3 minuten blessuretijd in deze tweede helft. En zo boekt Heracles dus de eerste zege. Go Ahead Eagles zag er verdedigend eigenlijk in grote delen van de wedstrijd prima uit. Gaf niet veel weg, maar wordt toch op een nederlaag getrakteerd door Eredivisieclub Heracles. Ja, ik denk dat we nu 3 weken zijn we aan het werken. Vooral hard aan het werken op conditioneel vlak en een eerste verdediging.
die er moest staan. En sinds nu zijn we een beetje aan het werken ook aan het voetballende. Maar ik denk dat we conditioneel wel allemaal op een niveau zijn dat we richting meer minuten kunnen gaan. En ik denk dat de volgende week ook de bedoeling is. Ik dacht dat je vandaag wel kon zien dat we fysiek wel wat beter waren als vorige week alweer. Dus we zitten een stijgende lijn. Ja, de tweede helft was het voor ons, denk ik, in het begin zeker omdat we met allemaal nieuwe jongens waren. Die inkwamen tegen een ploeg die al 45 minuten had gespeeld, was het voor ons wel lekker inkomen. We konden direct vastzetten en meer energie brengen ten opzichte van jongens die hier al 45 minuten gespeeld hadden. En dat heeft in ons voordeel uitgedraaid en ik denk dat we het goed gedaan hebben. En dat zijn ze niet. We hebben gisteren op corners getraind, dus ik denk dat Brian zeer tevreden is. Hij liep een beetje zoals het, als het moet lopen. En om te scoren, ook al is het in de voorbereiding, is altijd mooi meegenomen. Voor de rest van de voorbereiding, ik denk dat we nu de eerste overwinning, dat doet altijd een beetje deugd. En ik denk dat we hierop moeten verder bouwen en blijven conditioneel en tactisch werken. En naar die 90 minuten opbouwen tegen half september. Ja, onze sports konden afgelopen zaterdag ook voor het eerst kennis maken met onze nieuwe spits, Sinan Bakis. Wij spraken hem over zijn eerste week hier in Almelo. Mijn eerste trainingswoche hier was richtig goed. Had op jeden Fall Spaß gemacht, viele taktische Sachen gelernt, intensief gelernt. En ik freue mich schon auf die nächsten Wochen. Die Gruppe hat mich gut aufgenommen, sind super Charaktere in der Mannschaft, machen viel Spaß und ich wurde sehr gut aufgenommen. Meine ersten Minuten gegen Go Ahead Eagles war ganz okay, war vieles neu, der Rasen, die Mannschaft, man sieht, dass wir uns noch nicht richtig eingespielt haben, aber ich denke, dass das in den nächsten Wochen besser sein wird. Meine Leistung war jetzt nicht so gut, fand ich, aber ich baue darauf auf und freue mich schon auf die nächsten Matches. Gegen Emmen werde ich leider nicht spielen, aufgrund von kleinen muskulären Problemen. Aber das sollte bis Freitag sich behoben haben und freue mich schon, wieder einsteigen zu können. In den nächsten Wochen erhoffe ich mir auf jeden Fall auch die Fitness, die taktischen Voraussetzungen, auch mit dem Trainer jetzt. Das ist vieles neu, aber ich denke, in den nächsten Wochen wird sich das auch verbessern und ich freue mich schon auf die Arbeit. Ja, zoals al vaker in de voorbereiding is ook afgelopen week weer een teamactiviteit geweest voor de eerste selectie. Ook om de warmte te ontvluchten in het bloedhete stadion. Ditmaal gingen de spelers op pad om te fietsen door de regio. Huh. Huh. Welcome to forever, man. Let's go. Myself, they call me J-O, N to the easy E-N. Know that we undefeated, y'all are beneath them speeds, just trying to air a grievance. But his lines are overhead, better check the amber clearance. Call the tower, this is our credit, he the heir apparent. Really, I've never been better. Legacy, this is forever. All the more times have been severed, I'm raising the bar, you can go ahead and measure. Think about time for a toast, time that we welcome the goat. Y'all were just leaving, I think about time that somebody go get them their coat. You know I got all that anthem, come back, ain't what you call that add-on. Got anthems and bands with masters, getting them rights like my name was Miranda. I ain't bigger dead than alive, I ain't bigger dead than alive. One more time, this is forever, remember the legend, he never gon' die, I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive. I ain't bigger dead than alive, dead than alive, I ain't bigger dead than alive, bigger dead than alive, la la la.
De sfeer ziet er in ieder geval goed in binnen de selectie. Tijd om te kijken naar het tweede oefenduel van de afgelopen weken. Uitwedstrijd tegen FC Emmen. 22. Sander, naar voren. Nummer 23. En daar. En in de 31e minuut. Ja, tot zover Heracles TV voor deze week. Volgende week uitgebreid aandacht voor de aankomende oefenwedstrijden tegen Telstar en de Graafschap. Bedankt u voor het kijken en heel graag tot dan. Heracles TV werd mede mogelijk gemaakt door Assito.